Oh, nee, 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 nee. Oh, verkeerde kant. Terug, terug, terug. Vrouwen horen in de keuken of je moet poetsen of weet je wel, eten moet klaarstaan. Dat soort dingen, zeg maar. Verdien je er een beetje mee? Ja. Ja. Voor mijn leeftijd, ja, ja. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze serie waarin ik unieke beroepen volg en ga kijken of ik geschikt ben. En je ziet het al, ik sta voor vrachtwagens. Ik ga namelijk vandaag mee met Louise en zij is vrachtwagenchauffeur. En ik wil natuurlijk wel even een rondje mee. En ik wil die. Kan dat? Kan ik met die? Nee. Denk je dat een alarm afgaat als ik hier probeer? Nee, zit op slot. Nou, dan moeten we toch echt even Louise gaan vragen. Even kijken waar zij is. Louise! Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat ze natuurlijk gewoon hier ergens onder die zo'n auto bezig is, hè? Even kijken. Nee, hier is ze niet. Oh, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze slaapt. Ze slaapt hier natuurlijk ook in. Yes, we hebben er. Wat een ding, wat hoog. Ja, groot hè? Ongelooflijk. Is dit jou? Dit is mijn eigen auto, ja. Echt? Ja. Mag ik eens komen kijken? Ja, tuurlijk. Kom. Oh, jij rijdt met je sokken? Ja. Ja, dat is raar misschien, hè? Dat vind ik fijn. Jeetje, wat groot. Doei. Doei. Oh, wacht even. We moeten natuurlijk wel binnenlaten. Ja. Waar kom je nu vandaan? Ik kom nu uit Zwijndrecht, maar ik ben zondagavond weggegaan met een rit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Hè? In al die dagen? In al die dagen. Gaat snel hoor. Hoeveel uur mag je max rijden? Je mag 9 uur per dag rijden en dat mag je 2 keer in de week verlengen naar 10 uur. En dan houdt het op. En na 4,5 uur ben je verplicht om 3 kwartier pauze te maken. Hé, hey, en ik zit nu op jouw bed. Je zit nou op mijn bed, ja. Dus hier slaap jij? Ja. Ja. En dan gaan die gordijntjes dicht. Gordijntjes gaan dicht. En ik zie daar wc-rollen. Ja, die heb ik eigenlijk meer bij om de spiegels en zo schoon te maken. Heb je dan ook wel eens een date hier? Nee. Nee, okay. Nee, dat is best onhandig hoor. Ja. Mijn ex-vriend is wel eens een week mee geweest. Maar toen hebben we ook wel echt gezegd van gewoon op het bovenbed slapen. Want als je hier met z'n tweetjes gaat liggen, dat is leuk voor 10 minuten. Nee. Maar dan houdt het gewoon op, want het is gewoon te krap. Dat kan niet. Ik heb hier bovenin... Heb ik een magnetronnetje. Een rode. Ja, een rode. Heb je nog meer geheime dingetjes hier? Oh, geheime dingetjes. Een koelkast. Oh. Tadaa. Oh, jeetje. Handig. En wijn. En wijn. Niet te vergeten, de wijn. Denk je dat dan gewoon zo nee, ik heb hier onder... Nee, sowieso niet achtergestuurd. Oh, okay. Nee. Ik weet het natuurlijk niet. Hè? Gaat goed. Klein stukje. Ja, bam. Oh. Stop! Je hebt hem geraakt, joh. Binnen afkoppelen. Ja, ik moet van de zijkant laaien. Dan weet 4 ton. Zijkant links, laden. Dit is dus truckertaal. Hier snap ik niks van. U gaat weer weg? Oké. Hoe lang doe jij dit al? Ik doe het bijna 2,5 jaar nu, dat ik internationaal rij. Oké. Ja. En want hoe oud ben je? Ik ben nu 22. Net. Oh, je bent nog echt jong. Ja, ja. En waarom wilde je dit graag? Ja, ik heb eigenlijk heel mijn familie zit in het transport. Oké. En zo eigenlijk een beetje vanuit huis meegekregen, soort van of zo. Wat voor reacties krijg jij als je zegt, want je bent natuurlijk nog maar 22, dat je zegt, nou, ik ben vrachtwagenchauffeur. Er zitten er soms ook echt nog wel tussen en dat is dan meer een beetje de oude garde. En dat is dan niet dat ik iedereen over één kan wil scheren, absoluut niet. Maar die zijn toch wel nog een beetje zo van, wat doe jij in een mannenwereld? Ja, vrouwen horen in de keuken of je moet poetsen of weet je wel, eten moet klaarstaan. Dat soort dingen, zeg maar. Hier heb jij communicatie mee, hè? Ja, als ik dan inderdaad met andere vrachtwagenchauffeurs die in de buurt van mij zijn en op hetzelfde kanaaltje zitten, dan kunnen we praten tegen elkaar. Oh, dus het is ook een gezellig, echt? Ja. Flirten ze dan ook wel eens met je via dit ding? Nee, want ik heb hem eigenlijk altijd uitstaan. Hoe begin je altijd? Hoi. Hoi. Je hebt niet een speciale code of zo, zeg maar, voordat je wil praten of zo. Het werkt ook niet met over en uit en dat soort dingen. Hoi, dit is Michelle van de Telegraaf. Wij willen graag 3 Big Macs, een friet met 2 mayonaise. Wat wil jij, Max?
van die apple pie. Oh ja, van die apple pie dingen, ja. Ik heb nuggets met 2 keer zoetzure saus over. Oh nee, dat moet ik niet zeggen. En wanneer gaan ze dan iets terug zeggen? Ja, ik denk dat de McDonald's wel even kan duren voordat ze reageren. Ja? Ja. Oh, dat duurt wat langer. Wat gaan we nu doen? Nou, eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd hoe jij in zo'n groot ding rijdt. Oh, ik? Dan zal ik het eerst even allemaal uitleggen. Gaat het, Max? Gelukkig heb ik een lange jas aan, hè? Dit is een automaat. Ja, maar je hoeft niks te doen. Je kan alleen even de sleutel zeg maar omdraaien. Ja, en dan? Oh, nee, wacht even. Oh nee, nou moet hij even helemaal terug. Oh jee. Welke knopjes? En dan, kijk. En dan kan alles los. Nee. En dan? Nou, dan is dit, is zeg maar, D van drive, R van reverse en neutraal. Ja. Dit is je handrem. Mag ik? Je bent groot, dus je neemt je bocht heel ruim. Oké, ja. Ik heb geen achteruitkijkspiegel, of dat nee. Is dit? Je hebt alleen die spiegels aan de zijkant. Oké, en nu? Nou, dan gaan we. Ja! Ja! Oh, dit is... En een beetje aan die kant van de weg houden. Rechts blijven. Ik roep heel hard nu als je kan gaan insturen. Oké. Gaan we draaien en houden we hem een beetje aan die kant. Ja, gaat goed. Die vent loopt mij uit te lachen. Die loopt mij uit te lachen. Ja, wat loop jij mij uit te lachen, joh? Nee, maar dit gaat toch goed? Ja? Nee, precies, dat dacht ik. Ja, draai maar, draai maar, draai maar. Terug naar links, terug, ga je hem rechts zetten. Maar je staat goed zo. Nee, stop, stop. Oh. Ik zit tegen die auto's aan. Ja, ja. Nou ga je achteruit rijden. Ja. Als je met je personenauto achteruit rijdt en jij wil links achteruit rijden, stuur je links, hè, dus draai je stuur naar links. Ja. Hier is het precies andersom. Is die toeter voor mij? Niet opletten. Dan ga je zoveel mogelijk naar links sturen. Nou ga je de verkeerde kant op sturen. Dat je een stukje naar links sturen, dan je weer recht komt in je trailer. Naar links, naar links, naar links, naar links, naar links. Naar links, naar links, naar links. En nou gaat hij harder omdat je naar beneden gaat. Oh jee, gaan we naar beneden? En nou weer terug, terug, terug sturen. Oh, nee, 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 nee. Dat is de verkeerde kant op. Nee, nee, oh, verkeerde kant. Terug, terug, terug. Ja, zoiets. Op zich, voor de eerste keer. Nee. Sta je wel netjes tussen de lijntjes. Gaat alles goed? Oh, Michelle, staat de handrem er wel op? Oh. Verdien je er een beetje mee? Ja. Voor mijn leeftijd, ja. Rond de 2700. Kan je nog zeg maar doorgroeien? Wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Ja, in het CAO van beroepsgoederenvervoer werken ze met A, B, C, D, E, F, G, zeg maar zo helemaal door. En ik zit in de D-categorie. Kijk, ik ben nog redelijk jong, dus ja, ik ben helemaal... onderaan begonnen en ik werk me zo helemaal omhoog, zeg maar. Maar als iemand die nou bijvoorbeeld 30 jaar is en die gaat beginnen, dan heeft hij al recht op een hoger salaris als dat ik nu heb. Oké. Gebeurt er dan ook wel eens iets onderweg? Er gebeurt soms zelfs dat als je 's ochtends wakker wordt, dat er een telefoonnummer onder je ruitenwissel zit of zo, zeg maar. Ja, dat heb ik wel eens een keer gehad, ja. Een telefoonnummer? Ja. Kijken mannen bijvoorbeeld raar op als ze jou aan... zien komen in zo'n truck? Ja, de ene die staat echt te kijken van wow, en de andere die staat dan meer te kijken van... oh, let op, er is een vrouw achter het stuur. Moet je even opletten, hè? Want ik ken niet rijden, weet je wel, zo. Yeah. En dan voel je echt die ogen branden eigenlijk in je rug. Ja. Bedankt voor het kijken. Oh, godverdomme. Tot de volgende video. Doei. Doei. Ja, fijn. Toch nog gelukt. Ja, je moet gewoon de aanhouder wind natuurlijk, hè.